Of niet? Het is een rot duitje. Ja. Ben je er blij mee? Zeker. Nou ja, kijk, dit was mijn vorige vondst. Dus ja, veel beter dan dit wordt het wel. Ja. Toch? Ja, dat is het leuke. Als je eerst een troepje vindt, ja, dan wordt het daarna beter. Zo is het. Ik denk, ik hou het spannend. Ja. Doen we er nog wat langer over. Dat is hem. Ik zei dat het niet slechter kon worden, toch? Het is slechter geworden. Ja. Kijk, dat is toch leuk. Dat is een wijzerplaat. Ja, die is eraf gevallen. Maar dan heb je zo het zakhorloge. Even kijken, waar ben je? Oh, hier. Wacht, ik zoom even uit. Kijk, dan heb je zo het zakhorloge. Hij valt bijna uit elkaar. Of hij valt uit elkaar. Maar het is wel heel erg leuk. Nou, moesten we het hele stuk teruglopen. Maar hebben we gelijk even wat gegeten. Mijn batterij was leeg. Dat is mijn eigen schuld, want ik had hem vergeten op te laden. Maar gelukkig had ik nog een metaaldetector in de auto. Daar zit nog wel een beetje prik op, dus dat red ik nog wel tot het eind van onze zoektocht. Kijk eens, wat een prachtige munt. Ja, jullie kunnen het waarschijnlijk niet heel goed zien, maar er zit wel echt wel... Er zit echt wel iets van werk in, dus, maar ik kan hem niet echt thuis brengen. Hij is te groot voor... Oh, kijk. Dan gaat alles eraf. Hij is te groot voor een duit. Hij is te rond voor een oort. Nou ja, thuis even kijken. Misschien komen we er nog wel achter wat het is. Dat is leuk, hè? Het is een lakenlood of een zegellood of een accijnslood, net hoe je het wil noemen. Maar deze is met de hand erin gekrast. Dus het was een leeg lood. En ja, hier zie je dan wat erin gekrast. Dan kan ik nu niet zien wat het is, maar vaak was dat de maat of het gewicht of de datum. Of, en zo kon je ook zien wat er was. Kijk, je ziet hier het stof er nog tussen zitten. En aan de achterkant heb dan wel nog een merk ingestaan. De B met een kroontje erboven. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel weer leuk. Met de hand gekrast. Het ligt er maar net aan. Het ligt er wel. Ja. Een soort gesp. Een koppelstuk van een gesp of riem. Zo moet je dat noemen. Ja, er zat ook een stukje touw nog aan of iets. Een stukje touw? Een stukje... Zet nog een stukje touw aan. Een stukje stof. Ja. Het is een... Ja, het is niet een ring. Nee. Helaas, pindakaas. Helaas. Nou, jij dan? Ja, oh, dat is zo kut. Ja, balen. Die Sonny met Tare. Sonny met Thea. Sonny met Thea. Sonny met Thea. Uit Brussel. En wat is het? Zullen we nu meteen even uitzoeken? Zullen we het even googlen? Ja. Kom. Zullen we nu met Thea even uitzoeken? Zo met Thea? Nee, ja, doen we meteen even. Wij denken. Wij denken. Wat denken wij? Dat het. Een? Een Sonny met Thea is. Een onderdeel van een zonmeter iets. Ja. Dat konden we vinden op Google. Maar als jullie het nou weten, dan hoor ik het heel graag.
horen wij het heel graag. Zeker, ik moet niezen. Gezondheid! 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 Hij lukt niet! Jawel! Stage fright heeft hij. Nee. Kijk, dat is wel weer een leuke vondst, een netverzwaring. Je hebt deze ook plat, dan is het vaak een spinlood, maar dit is een netverzwaring. Er zit een gaatje in. Troep. Hey. Een vork. Een vork. Een vork. Een vork. Die vind je niet zo vaak. Wel vaak lepels, maar vorken niet zo. Nee, geen vingerhoedje, maar wel snippen. Wat heb je? Kijk. Oh, wat leuk. Klavertje 4. Dit is een... Ik dacht een vingerhoedje, maar dat is het niet. Nee, het is van een parfumflesje. Oh. Wacht even. Zo. Leuk. Ja, het is van een parfumflesje. Ja, zilver. Woehoe. Hij is leuk. Ja, zeker. Soms vraag je je wel eens af, waar worden dingen voor gebruikt, hè? Kijken, wat een plak met lood. Dan zou je denken van, nou, dat moet een gewicht zijn, maar er staat geen maat op of geen... Ik weet het niet. Als jullie het weten, zo groot, echt heel zwaar. Het is hier best wel moeilijk zoeken, maar kijk, dit is een dekseltje van een tabaksdoosje. Die heb ik net schoongemaakt in de sloot. Maar kijk hoe diep dat lag. Hier. Dat is echt gigantisch. Dus je moet rustig lopen, goed luisteren en alles graven. Dan kom je dit soort dingetjes wel tegen. Een? Platte fietsbel. Een beetje deze kant op. Oh ja. Nee. Nou, sure, dat was wel weer een flinke dag zoeken. Nou, hè? Ik ben helemaal op. Zo. Het was ook warm. Wel. Ja, nou, het wordt nu heel erg warm. Ja, het zonnetje schijnt vol op ons bolletje. Zeker. Dit is wat we gevonden hebben vandaag. Het is wel van alles wat. Ja. Oh, mijn pinpointer gaat uit. De Magic Holster. Ja, er ligt van alles en nog wat. Muntjes. Daar liggen wat muntjes. Bij jou liggen wat muntjes. Ik had 2 zakhorloges. Ja. 1 omhulsel met een achterplaat waar de klok uit was. En 1 klok waar geen omhulsel bij zit. Dat past weer niet bij elkaar. Nou ja, we hebben... In ieder geval heel wat gaatjes gegraven, want dit was dan wat we wilden laten zien. Maar we hebben natuurlijk, ik weet niet hoeveel troep ook, want daar ligt nog een beetje troep. Troepje. Oh, je had nog een neus, hè? Ik heb nog een neus, inderdaad. Je had er een neus voor. Ja. Lekker geneusd vandaag. Ja, je haalt die neus op. Wat een geneuzel, hè? Oh, de en jij had nog zilver, hè? De vondst van de dag wel, hoor. Ja. Ik vind hem ook echt heel erg mooi. Het is een soort parfumdopje, denk ik. Even kijken of ik het zo beter kan filmen. Ja, het lijkt op een soort parfumdopje. Ja. Met een klavertje 4 erin gegraveerd. Brengt geluk. Ja, laten we dat maar hopen. Ja, toch? Heb je geluk nodig? Nou, ik kan altijd een beetje geluk gebruiken, toch? Maar
90 ben ik een gelukkig mens hoor. Dus. Ik wou net zeggen, we zijn toch gelukkig. Ik gun het andere mensen wel wat meer, zeg maar. Dit was hem weer. Ja, het is alweer een tijdje geleden dat de kleintjes samen hebben gezocht. Ik wou net zeggen, de kleintjes hebben we even gezocht. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Mag alsnog. Al kijk je al zo lang zonder dat je geabonneerd bent, het mag alsnog. Zo is het. En laat even een leuke reactie achter. We lezen ze allemaal en soms reageer ik ook. Soms. Meestal. Nee, ik reageer best veel. Ik lees ze in ieder geval allemaal. Dus dat was het dan voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.